In de zogenaamde elite-ronde, waarin het draait om kwalificatie voor het Europees kampioenschap in mei, speelt Oranje onder 17 de ploeg van Kees van Wonderen tegen België. In het najaar in de eerste ronde van de kwalificatie bereikte Nederland de eerste plaats in de pool. En ook in deze elite-ronde gaat de nummer 1 sowieso naar het EK, net als de beste nummers 2. Dit is een hele knappe redding van Jasper Schendelaar, de keeper van Oranje, na de actie van Boussaouid, een van de snelle Belgen. Dit is Redan, speler van Ajax, die helemaal doorloopt richting de goal van de Belgen. Maar Valkenaars, die Belgische keeper, is alert. Geertruida met de inworp. Dit is prima met Malahi, die de bal heeft. Mohamed Malahi, speler van FC Utrecht, en daar is de goal. Het is de 25e minuut als Thomas Buitink, de aanvaller van Vitesse, Nederland op een 1-0 voorsprong zet. Mooie aanval, prima goal en een lekkere voorsprong voor Oranje onder 17. De Belgen met een snelle aanval. België heeft een paar hele snelle aanvallers. En dat etaleert de ploeg maar al te graag. En zo komt Nederland op deze manier niet in de problemen. Jurie Mulder is erbij, een van de toeschouwers. Hij is regelmatig gastcoach bij deze onder 17 ploeg. En dan is het Nederland dat aan zet is met geen kans op een rebound. Maar Redan, die daar wel een grote kans krijgt voor Nederland om de 2-0 te maken. Opnieuw Oranje dat aanvalt. Nederland iets beter dan de Belgen in de eerste helft. En daar is weer Dalshan Redan. Speler van Ajax. En een prima actie, maar geen treffer. Tweede helft. De tweede helft met El Bouchataoui. En die levert de bal dan keurig af bij de man die ook al de openingsgoal maakte. Thomas Buitink. En zo tekent de speler van Vitesse ook voor de tweede treffer. Buiten het bereik van Valkenaars, en dat wordt gevierd. Een lekker begin natuurlijk voor Nederland is gewenst. Met ook nog wedstrijden tegen Italië en Wit-Rusland voor de boeg. Oranje blijft aanvallen en daar had zomaar de derde treffer kunnen vallen met Redan op aangeven van Buitink. Die nu een keer als aangever fungeerde. De Belgen geven zich niet gewonnen, al heeft Nederland de zaak behoorlijk onder controle in de tweede helft. En dan is deze afgeslagen bal voor El Bouchataoui. Prima actie van de aanvoerder door Redan aan te spelen. Redan en Valkenaars is alert. Plukt de bal voor de voeten weg van Redan. Van Wonderen is er niet gerust op, alhoewel Nederland wel een prima voorsprong te pakken heeft. En Nederland ook in de tweede helft blijft aanvallen. Met Redan en dan dit schot van afstand. De aanvoerder El Bouchataoui, de bal op de lat. Nederland wint met 2-0, belangrijke wedstrijd in de elite ronde tegen de Belgen. Donderdag is Wit-Rusland de tegenstander, opnieuw in Uden.